Yo mensen, Jarask hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Random Clash Generator aflevering hier op mijn kanaal Jarask Gaming. Vandaag ga ik natuurlijk weer een website, een Random Clash voor me laten aanmaken. En met die clash moeten wij 60 kills droppen in één domination potje. Het kan een chillen clash zijn, kut clash zijn, normale clash zijn. Van alles en nog wat kan het zijn. Dus, als wij de 60 kills halen, krijgen wij er een puntje bij. Als we de 60 kills niet halen, krijgt de site er een puntje bij. En op dit moment staat dat 28-19 voor mij. Dus we staan eigenlijk gewoon nog natuurlijk keihard voor. Als ik op de generate knop, zou ik het super vet vinden als jullie op de like knop rammen. Dus als je dit leuk vindt, ram natuurlijk je kaart op de like knop. Als wij de 3000 likes kunnen halen, zou ik het super vet vinden, jongens. En dan klik ik op het knopje generate. En dan gaan we kijken of wij een mooie clash kunnen krijgen. Dus wij krijgen... Dit is volgens mij voor het eerst gewoon de chill clash. Want wij hebben namelijk een Kuda. Wat gewoon een chill wapen is. Met erop Extended Max. Wat chill is. Met erop FMJ. Nou, daar heb je helemaal niks aan. Maar goed, FMJ. En nog Rapid Fire. Dus dat is eigenlijk gewoon echt een goede clash. Op een secondary hebben we staan Elkar. Met de High Caliber. En de Quick Draw. Dus dat is natuurlijk ook nog gewoon nog chill. En als perks hebben we nog eens Afterburner. En that's it. Ja, that's it. Dat is onze clash. Dan hebben wij als specialist hebben wij de Tempest. Tempest is ook gewoon fijn om te gebruiken. Dus dat is helemaal goed. Daar kan je best wel veel kills mee oppakken. En als scorestreaks hebben we... Oh nee. Scorestreaks hebben we de Talon. De Cerberus. En de GI unit. Super hoge scorestreaks die ik waarschijnlijk niet ga kunnen halen. Maar we gaan onze best doen. 60 kills hebben wij natuurlijk nodig. Dus ik hoop dat het gaat lukken. En ik hoop jullie te gaan zien in het domination potje. Waar we het gaan proberen. Alright boys, zoals je kan zien ben ik in een potje gekomen. Het is een Domine 6 tegen 6 potje, maar breach natuurlijk. En wij moeten die 60 kills gaan droppen. Onze clash is op zich niks mis mee. Alleen onze eerste scores die krijgen we pas bij de 900 punten. Dus dat is natuurlijk echt gewoon eigenlijk reten, maar ook echt reten veel. Dus ik hoop... Oh, ik wist niet dat er drie kwamen. Die teammate die schoot ook niet, terwijl ik al dood was. Ja, dat is jammer. Dus ja, onze eerste scorestreak is eigenlijk gewoon heel erg lastig al om te halen. En dan komen er nog twee erachteraan die nog lastiger zijn om te halen natuurlijk. Want die zijn nog meer punten waard. Dus ik hoop gewoon dat we dit potje kunnen eindigen met 60 kills. Ik heb er nu in ieder geval al 5 binnen. Dus ja, weet je, het zijn er sowieso al 5. Ik mag nu op het scorebord kijken. Dat maakt het nog even wat lastiger. Want dan weet je nou natuurlijk niet hoeveel kills je al hebt. Of je houdt het heel erg goed bij. Maar ja, dat gaat nooit goed komen. Goed zo, teammates. Teammate. Ik was rustig aan het reloaden. Ik heb natuurlijk ook een Elkar om mijn secondary staan. Daar moet ik heel veel onthouden. Want normaal gesproken gebruik ik nooit de secondary. Maar met zo'n random clash krijg je die natuurlijk gewoon erbij. Dus dan moet je hem wel ook een beetje gebruiken op het moment dat het nodig is. En op het moment waarop het nodig is, is als je out of ammo bent en er staat een enemy naast je. Zoals ik dus net had. Maar oké. Okay. We hebben best wel veel kills op dit moment binnen. Zo, oh, ik wist het. Drie man. Dan kan ik goed mijn temps gebruiken op de B-vlag. Nee. Fuck. Dat was dom, jongen. Ik wou mijn temps op die B-vlag schieten, want dan ging die elektriciteit ging naar al die enemies toe. Maar het ging niet helemaal zoals ik eigenlijk had gepland, want die enemies hebben het midden helemaal vastgezet. En volgens mij zijn we een rave, hè? Hebben zij serieus een rave? Zijn we een rave? Oh shit, dan moet ik nu gaan campen. Ik heb geen blijdheid gekregen. De enige perk die ik heb is namelijk Oeh, hij staat er te campen. Ja, hij staat er nog steeds. De enige perk die ik heb gekregen is Afterburner. Dus ik moet nu hier blijven staan. Er komt hier ook nog eens een Rolling Thunder aan. Dus ik kan nu niks. Teammate, hij zit met een sperro op je te schieten, hè. Doei. Teammate gaat dood. Ik weet niet hoe hij dit overleeft, maar oké. Ja, shit, in onze rug. Ik kan nu niet naar buiten. We worden nu gehoond namelijk. Uh-oh. Die rave die moet weg. Die rave die moet weg, want nu kunnen we niks. Ik ga gewoon rennen. Nee, en dan killt hij mij als enige. Serieus, rave. Oh, ik dacht ik ga gewoon rennen. Ik dacht ik ga het gewoon erop gokken. Dan ga ik meteen op B zitten, maar... Zoals je zelf ook wel zegt, ging dat niet helemaal goed. Ja, die rave is weer weg. Alleen nu is het punt dat je die gozer moet killen die dat scorestreakje heeft gehaald. Want als hij nu doorgaat met killen, dan haalt hij natuurlijk gewoon nog eentje. Dus... Kom eens aan.
Ja, dat zo, wat slecht. Van mij, hè, van mij. Ik wist dat er een achter me kwam, maar ik hoorde er ook een paar voor me lopen. Dus ik moest wel dat doen wat ik deed. Alleen, het ging niet helemaal zoals ik had gepland eigenlijk. Oh, er loopt er hier ook een. Shit, oh, ik hoor hem te laat. Kut, twee man zelfs. Twee man in onze base. We moeten nu B pakken. We moeten nu B pakken. Teammates aan het pakken. Oké, lekker teammate. Goed, goed gedaan. We gaan hier zo hard dood, hè, teammate. Even dat je het weet. Jongens, jullie horen bij elkaar. En nu zijn jullie alle twee dood. Oh, ik pakte nog een andere wapen. We moeten B houden, jongens. Kom op. Ik ga gewoon heet op die B-vlag af. Dat is de enige manier hoe ik veel kills kan pakken. Niemand die me ook verdedigt, zie je dat? Ik heb gewoon mijn scorestreak. Komen ze aan, hoor. En nu. Nee! Shh! Die vent is zo irritant, hè. Ik zweer het je, we zijn nu B kwijt. Ja, hoor. Kom op, teammate. Als ik hem kan verdedigen, kunnen jullie het ook, jongens. Ik zweer het je. Ik doe het helemaal niet goed, namelijk. Als ik het kan, dan kunnen jullie het makkelijk. Ik heb mijn Tempest wel weer binnen, dus die kan ik wel meteen activeren. Teammate heeft ook twee kills opgepakt met zijn Reaper. Ah, door de ding heen. Shit, ik ben gewoond. Oké, de eerste ronde zit erop. Ik heb bij lange na niet die 30 kills gedropt. Maar die enemies zijn ook best wel goed nu aan het spelen, man. Shit. Ah, we moeten die B-vlagcontrole hebben. En dan moeten we dat middencontrole pakken. Als we dat niet doen, gaan we dit verliezen. Volgens mij zit ik bij hele lage teammates in het potje. Volgens mij is mij iedereen in het team echt gewoon eerste prestige of nulste prestige. Dus dat maakt het allemaal nog wat moeilijker. Maar, ik heb wel mijn Cerberus op zich. Dus als ik gewoon het midden pak met mijn Cerberus. Dat ik gewoon zelf in mijn Cerberus ga zitten, om maar zo te noemen. Dat ik hem zelf bestuur, dan kan ik best wel heel veel kills erop pakken. Dus misschien kunnen we daarmee nog wel die 60 kills halen. Want ik heb nu niet de 30 kills gehaald deze ronde. Dat weet ik wel. Oké, ik ga meteen op die B-vlag af. Volg, jongens, kom alsjeblieft. Ik ga niet in mijn eentje het kunnen rennen. Ja, hij bleef doorsprayen. Ik kon het verwachten. Ik had nu weer naar mijn Elko moeten switchen. Maar ik had niet verwacht dat hij zo zou doorsprayen. En dat deed hij dus mooi even wel, hè. Twee tripmines. Holy shit. En een sentry gun. Ja, dit wordt kut. Ik moet nu mijn Cerberus zelf gaan besturen. Mijn Cerberus is nu al kapot. Serieus. Ja, direct, vriend. Ik maak serieus geen grapje. Mijn Cerberus kwam erin. En hij is gewoon binnen een paar seconden kapot gegaan. Oké, je kan zeggen wat je wil, maar ik heb in mijn eentje die B-vlag gepakt. Als jullie hem nu niet verdedigen, jongen, ik zweer het je. Het is één vlaggetje, jongens. Verdedig dat ding. Ja, die cut sentry. Ja, we zijn hem alweer kwijt. Let op. Oh, are you kidding me? Die mensen zijn bij de way wel prestige, zie ik nu dus. Ja, die cut sentry natuurlijk nog steeds. Ze staan er allemaal in het midden, joh. Die enemies hebben de hele middencontrole, dus wij kunnen nu geen kant op. Uh-oh. Ik baal er ook van dat ik geen wapen mocht oppakken, man. Dat was een stuk makkelijker geweest, namelijk. Komen ze aan, hè, jongens. Nee, ik schiet mis. Ik schoot serieus mis. Ze hebben twee talers in de lucht hangen nu. Ik moet dat potje zo lang mogelijk rekken. Daardoor kan ik misschien nog die 60 kills erop. Als het potje nu is afgelopen, gaat het me sowieso niet lukken. Hoe langer ik dit potje laat duren, daar komt die taler namelijk uit. Hij is hem zelf aan het besturen, die taler, die enemy. Als ik het potje nu zo lang mogelijk kan blijven rekken, dan kan ik misschien nog wel die 60 kills halen. En daar maak ik geen grapje over. Alleen, dan moet hij wel echt zo lang mogelijk blijven duren. Die taler komt achter me aan, serieus. Ik ben dood. Ja, dat dacht ik. Ik had de kill nog. Lekker dan. Afterlife. Hij sprong van de map af namelijk. Dat is een extra kill. Ze hebben nu ook een Cerberus ronddraaien. Die van hun die gaat niet meteen kapot. Die van mij helaas wel. Maar dit is te moeilijk, joh, dit. Hostile counter UAV
Oh fuck. Ze hebben nu ook nog raps. Ja, fuck my life. Ik moest rennen voor de raps. Ze hebben nu raps, ze hebben nu Severus, ze hebben nu twee taals. Ik kan hier niks tegen doen, jongens. Het spijt me zeer. Dit zijn de potjes die je eigenlijk niet wil tegenkomen in Call of Duty, maar... Dit zijn natuurlijk wel de potjes... Oh, ik word gekild door de Severus, tuurlijk. Dit zijn natuurlijk wel de potjes die je ook soms tegenkomt. En ja, ik kan er ook niks aan doen. Maar we hadden die B-controle gewoon moeten blijven houden. Dan hadden we dit nog wel anders kunnen laten verlopen, namelijk. Alleen doordat we die B-controle helemaal verloren zijn geraakt, hebben we nu keihard dit potje verloren. Oh ja, dood moet zijn. Ik ben dood. Ik heb die 60 kills hoe dan ook niet. Het potje is, heeft niet lang genoeg geduurd. Plus ik heb maar mijn Severus maar één keer gehaald. Alleen daar had ik ook helemaal... Ik ben dood. Daar had ik ook helemaal niks aan. Want die was binnen letterlijk een seconde gewoon kapot. Vlaggenpak heeft genut meer, want ze hebben nu ook nog een rave. En toen hadden we geen enkele vlag meer. Het is over en uit met de pret, ik kan geen kant meer op. Yup, en oh my god, die rave killed me door de muur heen. Oké. Okay. Het is over jongens, dit potje zit erop. Ik kill jou nog wel even. Oh, en jij zit daar nog, te kut, zooi! Nee, geen 60 kills helaas. Oh, nog bijna wel een trippeltje erachteraan. 49 maar, ja. Ik heb wel gewoon de meeste kills van de hele lobby, maar je ziet mijn teammates. 12, 29, 10, 23, 8, 26... 6, 21 en 5, 12. En met dat soort teammates, als ze gewoon er niet doorheen kunnen komen en elke keer als ze spannen eigenlijk gewoon meteen doodgaan, dan ga je natuurlijk niet kunnen doorbreken. Ik heb ook 29 deaths, omdat ik er soms al doorheen kwam, maar dan stond ik daar in mijn eentje, weet je wel. En dan gaat het ook niet lukken. Dus het is helaas pindakaas, geen 60 kills gedropt. Het houdt in dat de random class site er een puntje bij krijgt. Wij natuurlijk niet, want we hebben niet de 60 kills gedropt. En ja, we hebben wel de meeste kills van de lobby. De enemies staan ook allemaal eigenlijk niet zo goed, terwijl ze wel gewoon raves, raps, Talons, Sentry Guns, Nonstop UAV's, weet ik wat allemaal hadden. Dus ja, weet je. We hadden heel veel kunnen doen in dit potje. Alleen, het is niet gelukt. Dus heel erg bedankt voor het kijken, jongens, naar deze video. Als je hebt genoten, dan natuurlijk een kaartje liken. Bedankt ook voor het kijken. Bedankt ook voor het support. Hopelijk ook weer. Tot de volgende keer. That's how we do it. Yeah. Bye bye.